De politie heeft zaterdagmiddag een 37-jarige man uit Schiedam en een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De mannen worden verdacht van heling van een buurtbus die in Rotterdam gestolen werd. Ze werden bij het tankstation Maatveld in Nieuwekerk aan den IJssel aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.